Voor het project Oorlog in mijn buurt hebben leerlingen van de Helderingschool ouderen geïnterviewd over hun ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. Om zo meer te weten te komen over hoe het was om in die tijd te leven. Wim Sonneveld is een van de geïnterviewden. Ik ben jarenlang bij het onderwijs geweest en ben dikwijls geconfronteerd dat die leerlingen niks van de geschiedenis af weten. Is dat ook niet lastig over de oorlog vertellen en alles weer opnieuw herbeleven? Nou, dat heeft te veel indruk gemaakt. Ik werd namelijk aan het begin bij de mobilisatie al hier aangeroepen. Dus ik heb het van het begin af aan meegemaakt. Voor de leerlingen was het in het begin best even spannend om de ouderen te interviewen. Ja, ik vond het wel eerst best even spannend, maar het leek me wel heel leuk om echt te doen. Dus ik ben blij dat de school ons heeft opgegeven voor dat project, want ik vond het toch echt heel leuk en het is heel interessant. En wie hebben jullie mogen interviewen? Mevrouw van der Sluis en ze woont naast de school. En ze was volgens mij 5 jaar toen de oorlog begon. Ze had gelukkig geen familie verloren. Maar haar moeder maakte wel paspoorten. Zodat je bijvoorbeeld 10 jaar ouder leek of 10 jaar jonger. Dus dat was wel heel spannend, vond ze. Ze heeft nooit honger gehad. Maar ze had wel, ze vond wel er poppen. Ze had poppen. Toen haar vader weg moest voor mobilisatie, vond ze het zo'n mooi woord. Dat ze er poppen ook zo had genoemd. Maar ze had ook de poppen Beatrix en Irene genoemd. En maar die mocht niet meer. En toen had ze die Trix en René genoemd. Ja. Schrokken jullie ook een beetje van dat verhaal? Ja, het was gelukkig niet zo heel erg. Maar het is toch best erg dat haar vader eigenlijk moest onderduiken. Dus dan denk je ook van, ja, dat wil ik niet dat dat bij mijn vader gebeurt. Dus het is best wel schokkend als er zoiets overkomt. Hey, wat heb je uiteindelijk het meeste geleerd van dit project? Je moest het rustig vragen aan de mensen, want soms begrijpen ze het niet zo goed. Maar ze vinden het wel heel fijn om erover te praten. En dat je pas weet, want er was ook een vrouw bij ons in de klas en die heeft in Theresienstad gezeten en die heeft ook haar verhaal verteld. En dat je pas weet wat vrijheid is als het van je wordt afgenomen.